Patrick Fish hier weer en ik ben hier samen met... Jaren. Ja, wel Powerbase. Hoe spreek je het uit eigenlijk? Ja, gewoon Powerbase. Powerbase. Oké, we gaan op een streetje. Yes! Hey. Precies 3 naar precies 4 om precies te zijn. En voordat we gaan presteren, ga ik even natuurlijk al de stats even laten zien. Dat is altijd leuk, dat vinden mensen leuk om te zien. We hebben nu een 1.26 ratio. Tenminste, ik heb een 1.26 ratio. Voor mij hetzelfde als vorige keer nog. Precies hetzelfde. 1.19 win-loss ratio. Dat wel. Ik heb heel veel verschillende challenges gehaald. Dat ben ik een beetje aan het spelen. Dat is wel leuk. Ik weet niet of jij er ook een beetje aan het spelen bent voor. Nee, niet zo erg. Niet zo erg. Ik vind het wel, wel leuk. Hier kan al die calling cards kan je unlocken en dat soort dingen. En die pakjes voor je mannetjes en zo. Dat is best wel leuk hoor. Inderdaad. Klopt. Maar ik heb ook 35% van alle challenges voltooid online. Ik weet niet hoeveel jij. Even kijken, voor mij ook wel zoiets toch? Even kijken. Ja, dat is moeilijk te zien. Ik heb 83% van de killer. Ik heb echt heel veel van de killer. Gewoon algemeen multiplayer. Weet je wat multiplayer. Staat? Even kijken, ja, als is je opties indrukt en dan challenges en dan zie je het staan in het midden. 28%. 28%, ik 35%. Een ratio 1.26, score per minute 361. Win-loss ratio van 1.19. Dus die is echt flink omhoog gegaan met win-loss ratio. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. Ja. Wat hartstikke fijn is natuurlijk. En ik heb ondertussen 2 relentless gehaald. Ai. 2 keer een frenzy kill. Toevallig net het potje hiervoor een frenzy kill gehaald. Hè, dat was met die vlammenwerper. Oh ja. Melted. 3 keer namelijk. En we gaan dus precies. En hartstikke tof natuurlijk weer. Ik weet niet wat ik nu mee ga nemen. Enter precies voor. En dat hebben we hierbij gedaan. Wat zal ik meenemen? Wat vind jij, Jaren? Wat zal ik meenemen? Wat heb je allemaal al meegenomen? Scavenger. Ghost. Hater. En de Hater. Enig. Ja, een goeie, hè? Zo. Want eigenlijk vind ik al dat ik eigenlijk wel alles al heb. Ja, inderdaad. Wat ik nodig heb. Het klinkt misschien stom, maar ik vind eigenlijk precies in de game vind ik eigenlijk niet zo heel erg slecht of zo. Heel kut, weet je? Weet je, ja, je hebt toch, begint toch met een KN'tje. Je begint met een Kuda. Je hebt eigenlijk al de wapens die je wil hebben in het begin. Dat klinkt misschien stom, maar het is op zich niet zo heel erg. Maar weet je wat ik ga denk ik unlocken? Ik zit even te kijken. Ik denk dat Dead Silence gaan unlocken. Ja, dat is nog wel een goeie. Kijk, als free-for-all al speelt, is het wel handig om namelijk met Dead Silence te spelen. Ja. Dus ik speel nog eens online mee. Maar voor free-for-all is Dead Silence denk ik wel een hele handige perk. Ja. Dus ik ga Dead Silence unlocken, die is nu hierbij gedaan. Betekent dat eventjes een klas gaan maken natuurlijk. De KN, nou die staat al standaard op, dat is wel mooi. Ik heb die trouwens ook goud, dus ik zal wel even gouden camo erop zetten. Natuurlijk om het even te bling-blingen. Pakken we natuurlijk eventjes Extended Max, Fast Mag. Het enige nadeel wat je niet hebt in het begin is dat je trouwens Primary Gunfighter hebt. Dat vind ik dan het enige nadeel. Ja, klopt. Maar ja, level 16 heb je die al. Dus om dat nou echt te unlocken denk ik maar ja. Ja, toch? Dat is ja, klopt inderdaad. Ja. Nou, dan heb ik Ghost natuurlijk. Ik heb geen Perk Angreed. Level 7. Ja, unlock je dat. Ja. Dus ook zonde, zeg maar. Inderdaad, klopt. En ik kies toch voor Awareness als eerste om te gebruiken. Ik gebruik altijd Awareness, vind ik altijd handiger. Klopt. En als Scavenger als midden, ja, dan heb je het eigenlijk al. Dan eventueel nog een Fragnator op. Ja, Semtex unlock je bij level 3, dus dat schiet ook niet op. En 2 Concussion Grenades, en dan heb ik eigenlijk nog eentje over. Ja, oh nee, ik kan een Reflex erop doen trouwens. Die heb namelijk geen Primary Gunfighter op voor nodig. Maar een Reflex vind ik niet zo handig, denk ik. Kijk, een Elo site zou ik dat doen? Vind je dat lekker? Voor een KN? Op een KN? Gewoon niks. Nee, niks. Hè? Niks. Oh, niks, nee. Dan heb ik maar 9 dingen. Oké, nou. Maken we daar even een kopietje van. Kopie. En dan gaan we naar 2 toe. En dan maken we daar even een Kudaatje aan. Kuda wel een Elo site? Ja, vind jij Elo site altijd? Ja, op een Kuda is Elo site echt heel handig. Oké, nou, als hij dat vindt, dan gaan we dat doen. En dan pakken we natuurlijk Extended Mag en Fast Mag. Precies. Ja toch, want hij is helemaal uitgeleveld, hij is max 2. En ook de Kuda heb ik trouwens goud. Die heeft je als eerste goud, toch?
Die heb ik als eerste gehaald. Ik heb de Kuda en de KN heb ik gehaald. De rest van de wapens heb ik, kijk, heb ik wel 80 kills mee of zo. 80 heb ik bedoel ik mee. Maar ja, dat maakt op zich niet zoveel uit, hè. Kom wel een keer. Je komt wel een keer. Je pakt het op en je doet het spelen af en toe mee. En dan vanzelf haal ik die 100 kills, 100 headshots en dan ga ik een lekker challenge doen. Vond ik wel grappig om die Kuda en zo te goud te hebben. Dus dan heb ik de Kuda en de KN. Ja, eigenlijk vind ik meer heb je niet in het begin nodig. Het valt wel mee. Kijk, ze zijn nu left max en dat is wel handig aan prestige in Black Ops 3 dus. Dat je in ieder geval al je attachments houdt. Ja. Hè? Want in andere Call of Duty had je dat je dan ook nog je wapen opnieuw moest levelen. En dat is echt fucked op irritant. Zo, ja. MB3, hè? Ja, inderdaad, hè? Ja. Hey, we gaan even een potje TDM spelen. Ja, cool. Ja? Doen we. En het is gewoon precies potje natuurlijk, dat is leuk. Level 1 natuurlijk, we gaan lekker er tegenaan. We hebben een noobie lobby oppakken. Oh ja. Ja, en scorestreaks trouwens. Ja, dat is, ik heb wel de hater natuurlijk. Maar voor een TDM zal ik het niet inzetten. Ik heb hier hater dus meegenomen. Ik heb dus alleen de UAV Hellstorm en de Talon. Ja, verder, ja, bijvoorbeeld een moddership meenemen. Weet je, die hele scorestreak interesseert me eigenlijk niet. Nee, inderdaad. Ik speel er nooit mee. Ik heb wel een keer gehaald trouwens uit de care package. Serieus, de care package met moddership heb ik een keer gehaald. Dus we gaan spelen. We gaan op EVAC spelen. Mooi, en ja, die ranks. Oh my god. Ja. Als ik die op... Hemels. Op Domination zou hebben, zou ik echt... Halleluja. Ja, halleluja. Ja, toch? Ja, oh, kijk eens aan. Die level 3 nog even naar de andere kant. Nee, niet level 1 ineens. Naar onze kant. Zie je? Nog even die switch, toch? Nog even. Oh, wat gebeurt er nou? Er gebeurde nog iets in de lobby, toch? Even die switch. Nog even toch maar die level 1. Even, ja. Toch nog even. Hè, op het toch even. Even naaien. Even op het laatste moment. Even toch niet. Ja. Oké, ik heb wel Gravity Spice moeten onthouden natuurlijk. Ik heb gewoon standaard dingen. Ja, daar heb ik alles voor al gedaan. Maar dat maakt niet uit. Ik speel gewoon met de Gravity Spike in het begin. Nice. Je haalt toch maar 1 of 2 keer in een potje TDM. Klopt. Dat is echt, je haalt hem niet zo vaak tussen. Nou, ga kijken of ik een leuk potje kan neerzetten. Dat zou wel eens handig zijn. TDM is natuurlijk nooit zo veel kills. Nee, inderdaad. Klopt. Maar ik ga toch met de Kuda spelen. Een keertje met de Ilo site erop. Level 1 tegen ons trouwens. Zie je? Ah, hij is toch tegen ons gekomen. Level 22 tegen ons, dat is wel mooi. En we hebben wel level 15 en level 3 bij ons. Dus het is wel een beetje eerlijk verdeeld. Inderdaad. Gouden. Het fijne is wel aan 10.000 mensen dat er allemaal noobs in zitten. Wat dan? Dat er allemaal noobs in zitten. Nou ja, in 10.000 mensen zitten heel veel noobs. Noobs is een slechte woord natuurlijk, maar... Nou ja, beginners. Beginners kunnen we ook zeggen. Ja, beginnelingen. Oh, dit is slecht voor mij weer, maar ik kan wel 2 kills gemaakt daar. Ik. Dus dat is wel mooi. Nice. En laten we proberen gewoon tussen de 15 en 20 kills te halen. Dat is een mooi score. Die is niet dood. Zo. Daar. Kut, één zit te wachten. Die andere had ik gekild. Oh. 5-2. Nou. Gaat lekker. We hebben een slechte potje gehad. Inderdaad. Jij zit daar te wachten. Dat is mooi. Ik zit heel die span. Ik ben dood. Eentje erboven op het dakje. Oké, die is dood. Ik kan dan, is oh, waar zit hij dan? Nou, nee. Niet, waar zit hij dan? Waar ligt hij dan? Oh ja, inderdaad, ik heb hem. Heb je hem? Heb je hem? Ja. Ik denk dat spawnflip. Zal ik hem liggen dan, joh? Ik denk spawnflip, ja, inderdaad. Zo, oh, inderdaad, schiet. Spawnflip, even kijken. Spawnflip, even kijken. Hier. Oh, jij daar, en jij daar. Oh, stom. Oh, dat is heel stom. Nee, ga ik niet halen. Hoi. Doei! Die is dood. Friendly UAV inbound. Oh, wat faal. Komt die aan? Oh, ik zit echt enorm te kutten nu. Oh, die zit al te wachten. Ik zit nou de kon. Dus wij heel erg ook dood gaan hoor. Ze staan te wachten, die reuze. Die is dood. Hij gaat rot hoor, zo. Oh, jij zit daar.
Oh my god. Kill a ghost. Nee, één killetje voor Hellstorm. Dat is een hoge strik hoor, in het begin. In TDM. In TDM, eigenlijk, ja, TDM is het dan een hoge strik, vind ik. Voel ik het, voelt het in ieder geval aan. Ja, klopt wel. Oké, die heb ik wel lekker. Precies. Ah, come on! Ah ja, die heb ik ook. 15 kills. Zo. 14. Dat gaat lekker. Waar was die? Er was een blind. Had ik hem? Oh, is hij door zijn eigen dingen dit gaan? Oh, dat is lekker. Oh. Vision pills. Ik ben heel erg zichtbaar. Hij is dood. Oké, mooi. Ik heb een bullet thirsty. Oh. Oh, raakt me toch nog. Ja? Oh my god! Oh. Nee! Wat een... Oh, met een temper zit je op de trap. 45 punten weer voor een Hellstorm. 19 kills. Zo, dat is een tiende match. Best veel hoor, trouwens. dat vind ik nu al veel. Op het einde zou het veel zijn. Oh, we zitten pas op 42 kills. Ja, 46 nu. Wat dat is echt heet. Goed. Oh, ga ik dood, ja. En terecht. Dat was een stomme actie, Chris. Stomme actie. Nee, dat heeft iedereen wel eens. Oké, waar zitten ze? Weet je dat ik helemaal nog geen Semtex gegooid heb in de game? Geen. Ja, toevallig niet. Maar Semtex gebruik ik meer met Domination. Klopt, want dan kan je ze altijd op zo'n bepaalde plaats. Op een cap, ja, op een cap zitten ze. Inderdaad. En dan gebruik je eigenlijk ding. Klopt. Wel weer kill erbij, dat is altijd lekker. Toch een beetje mijn ratio. Oké, nice. Ik word de hele tijd maar gaan. Ah, kom op! Man, dit is een golden gun voor mijn neus. Ik heb wel twee keer trouwens gravity spikes gehad. Dus ik weet niet precies hoe de punten telt, maar je hebt natuurlijk meer XP qua kill, denk ik. Ja, dat is wat was. Wow! Je faalt ook nog keihard in. Oh, met je. Hoe weet ik weer? Met je ghost. Of tenminste dat je onzichtbaar bent. Dat is van. Cloak. Dat mannetje ook alweer. Die gast die faalt Spectre. Keihard. Spectre. En jij faalt ook keihard. Komt hier aan? Oh. Zit je? Ja. Ik denk dat er iemand aankomt, ja. Oh, ik werd gered. Oh! Ja, ik zit ook echt. Ik zit te campen daar. God, verrassend, die kant niet. Niet zo bukken. Oh, oh my god! Ja, dat is mijn gedaan. Oh. Trip aids! Oh, jeez. Daar! Ik dacht dat je achter hem dood ging. Ik zag hem nog niet. Waarom niet dood ging, weet ik niet, maar het zal wel. Call of Duty. Jezus, deze gasten zitten gewoon te kutcampen, jongen, die gasten. Zo. Holy shit. Dat weet je ook, hoor. En hij is wel dood door mijn granaten, zo werkt dat ook. Tyfus lijn. Huh? Oh. Rocket launcher. Ook weer echt nieuw in deze Call of Duty, hè? Kutzooi. Vision Pulse in mijn back. Ja, zo, ik had hem echt geluk. Ze gaan nog steeds meer campen, hè, nu. Ja, richting het einde nou van de wedstrijd. Echt erg. Nee, dat klopt. We gaan steeds meer echt naar achter. Oh my god. Nee, haal ik niet het duel. Jezus, mensen. Je weet toch ook hoe goed ik stond? En nou heel langzaam knabbelt dat ratio naar beneden. Nou, nog steeds 27 kills in 10 deathmatches is wel... Pittig goed hoor. Herhaal 28. Nice. Oh! Oh, jammer. Jammer dat ik een kill niet had. 28 om 14! In TDM is dat echt wel veel kills. Jij trouwens ook. Riley. Riley. Riley, ik bedoel Jarin. Juist.
14 kill, 24 kills. Samen hebben we er gewoon 52 kills gemaakt in TDM. Geoond, jongen. Ik denk dat we het heel goed gedaan hebben. Inderdaad. Get back to bootcamp. Hier toch? Ik heb trouwens niks voor nog voor het mannetje. Nee, ik kan nog niks doen. Geen bewegingen, jammer genoeg. Oh, jammer. Precies voor meneer Gravity Spikes. Hoe heet hij ook weer? Rune. Dus ja. We hebben het in ieder geval gehaald. Het was in ieder geval een leuk potje, denk ik. Ja. Ik hoop dat jullie de video ook leuk vonden. En vergeet natuurlijk niet even een blauw duimpje omhoog te geven. En tot de volgende keer. En tot de volgende precies. Bye bye. Later. Level 2 pas trouwens. Ja, het gaat niet hard, dit TDM. Nou, bye.